Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe mukbang. Dit is gewoon even een gezellige mukbang. Mukbang ja. Tussendoor. Mukbang met Maggie. Ja, vandaag. Niet Maggie met Maggie, helaas. Maar Taco Bell met Taco Maggie. Taco Bell, vandaag. Sinds wanneer hebben ze Taco Bell? Ja, is het, in ik denk het is nieuw. Ik denk ja. Het is nieuw, ja. Want we waren opeens op Uber Eats en opeens wilde een sausage shop doen. Zagen Taco Bell staan. Dacht van, oh en dan like, oh my god, we gaan deze bestellen. We hebben heel veel, ja. Echt heel veel. Ja. Wat is er allemaal? We hebben een Crunchwrap Supreme. Even zien. Ja, Crunchwrap Supreme. We hebben cheesy fries. Gordita Supreme beef. Dat is dat. Crunchwrap Supreme. Dat is dat. We hebben die crunchy taco. Hey, oh. Dit is hey. Volgens mij dit is de burrito. Die taco hebben ze niet. Dit is die taco toch? Nee, dit is de Gordita Crunch. Die dit taco hebben ze niet. Oké, okay, nou we hebben dus de taco niet. Oh, maar ja. Goed, we hebben nou, we hebben cheesy quesadilla, chicken burrito. Ja. Dat is Crunchwrap Supreme. Ja. Nou, we hebben genoeg denk ja, ik. Dat ja, dat denk ik ook. Oh my god. Lekker. Maar het is wel een beetje koud al, dus we gaan gewoon lekker opeten. We gaan ondertussen... Oh my god, ja. Gaan we lekker Q&A denk ik doen. Ja. Want? Ja, we gaan allebei samenwonen. Ik niet. In nu, niet maar... nu. Ja, gewoon. Einde van het jaar. Oh my god, dat was spannend. En Maggie in? 2 of 3 maanden. Ja. Ja, echt heel snel. Dus we shall see. We gaan een beetje vragen erover beantwoorden. Oh my god, ja. Oh my god. Die kruiden is fucking lekker. Ja, wat is het dan? Mm, ik ben benieuwd wat deze saus. Dit is mild. Oh! Mm, een soort spicy saus of zo. Ik vind het niet spicy hoor. Nee. Waarom hebben ze nou weer alleen mild? Ook, ik vind alleen die top echt heel cheesy. Lekker. Maar die ook nog, hè? Ja. Hetzelfde. Mmm. Yum. Oké, okay, waar wil jij mee beginnen? Deze? Ja. Dit is een. Met jalapeno of zo. Oh ja. Jalapeno. Jalapeno. Kan je die Jalapeno zien? Oh, oké, okay, nou cheers. Nou, cheers. Lekker in de kwak. Ja! Mmm. Dup. Oké, eerste vraag. Ja. Hoe heb je besloten wie welke kant van die bed krijgt? Oh! Oh my god, ik heb volgens mij heb ik bij Thomas dit al ja? gedaan. Wie krijgt de rechterkant? Ik links, want dat zit bij... Die ander zit bij het raam. Dat vind ik kut. Oh, ik sta wel bij die raam. Ja? En Thomas bij die deur. Want, if iemand komt... Oh ja. Thomas is gonna protect me. Ja, dat is wel waar. Maar ik vind het kut om zo opgesloten te zitten. Ja? Maar ik weet zeker, als we daar wonen... Maar je staat nu bij de raam. Ja. Dus ik weet zeker als we komen, als we daar gaan wonen... Ja. Dan moet ik bij het raam gaan zitten. Oh, oep. Ja. No choice there. Ja. Nee. Ja. Ik wil dat, maar het gaat niet worden. Nee. Oh my god, ja. Mm. Want soms, ik kan niet op die rechterkant slapen. Nee? Heel raar. Oh. Je hebt echt, het ontstaat soort vanzelf, maar je hebt echt je eigen plek. Ja. Ik ga deze proeven. Oké, ga je die? Ja. Deze. Oké, okay, nou, cheers. Dit is een wrap en een taco erin. En dit, oh, cheers. Ik wil een beetje saus, mild saus. Mm. Dat is crispy chicken, toch? Mmm. Lekker? Ja. Oh my god, ja. Oh, spannend. Wat zit erin allemaal? Oeh, die crunch. Mmm. Kijk hoeveel guac. Dit is echt een soort fast food Mexican. Mmm. Oh mijn god. Is het lekker? Wat zit erin dan? Beef. Beef. Dit is ook heel lekker, hè? Is het crunchy? En je ziet wel die crunchy kip daar. Ja. Dat is heel lekker. Nou, volgende vraag. Mmm. Wie ga je koken? Ik. Ja? Ja. Stan, hij helpt. Niet dat hij alleen gaat koken, denk ik. Mmm. Jij? Ik ga sowieso meer koken dan Thomas, ja. Maar ja, hij moet eigenlijk leren, want ja. Ik ga niet altijd koken, babe. Nee. Maar ik ga wel 2 of 3 recepten doen, maar dat is ja. Ja, Stan die kan echt, ja, maar hij kan mij helpen, maar niet dat hij dan... Ja, Thomas helpt, maar is niet. Ja. Ja, ik vind het echt lastig, zoveel dingen. Eén dag dat ik ben zo moe, ik wil eigenlijk ja. Drukken en dan eten is er klaar. Ja. Weet je? Ja. Maar dat gaat niet worden, denk ik. Nee. Dat denk ik ook niet. De dag dat je terugkomt thuis en er staat eten gekookt klaar. Nou, nee, jongen. Dat is bijzonder, denk ik. Maar ja, weet je. I want that. Als hij iets meer andere huishoudelijke taken doet, vind ik het best. Ja? Ja. Wat dan? Gewoon als hij wil opruimen. Meer opruimen of de vuilnis en gewoon meer andere taken op ze neemt. Of de was opvouwen of zo. Lekker, hè? Dat is een cheese hier. Mhm. Mmm. Ja, dit is heel lekker. Heel lekker de kip. Uh-oh. Nice. Heel nice. Mm. Zeg maar, ik weet ook niet of ik het lekker ga vinden als het dan gaat koken, dus... moet ik het wel willen. Mm. Dus Sarah is de chef ja. In het huis. Nou, prima. Oké,
Dus ik vind deze echt een leuk vraagje. Welke traditie wil jullie starten nu als je gaat samenwonen? Ja. Wat zo is? Nee, ik denk wel. Want we gaan dus NDSM wonen. Ja. Als ik met die fiets ga je met de pont naar die Noordermarkt. Oh. Elke zaterdag, we kunnen gewoon naar die markt. Ja. Even boodschappen doen, koffietje of lunch. Ja. En dan terug naar huis. Vind ik heel mooi. Ja. Ja. Ja, maar ik ben mijn vriend verloren aan voetbal op zaterdag. Ja, gelukkig Thomas heeft voetbal op zondag. Oh my god, ja. You can join us. Ja, daarom. Ja. Ook gezellig. Mm-mm. Oeh. Zal ik dit even breken? Wow. Oh my god. Zit ook allemaal kaas in of zo? Oh my god. Shit, kaas, vlees, sour cream, sla, tomaat. Ik dacht, het was een crunch wrap. Ja. Is geen crunch. Oh, je hebt bijna geen vulling nu. Cheers. Gewoon lekker, maar ik vind die andere dingen lekker. Ik vind deze lekker hoor. Ja. Die burrito is echt top. Aanrader. Ja. Ik vind deze niet heel bijzonder of zo. Wel lekker bij dit? Nee. Dan vind je niet wow. Oh. Ik hou van guacamole. Ja. Jongens, wij zitten tussen de verhuisdozen. Maar nu echt. Zeg maar. Jullie gaan niet zien, maar. Ik ga morgenochtend verhuizen. En we gingen dit bestellen. We dachten, wel even gezellig, gewoon lekker een mukbangetje. Waarom niet? Maar het is echt. Nee. Niet te doen. Ja. Volgende keer gaan ze in een nieuw huis. Zoveel zin in. Oh my god, ja. Helemaal. Wat vind jij het lekkers? Die burrito. Ja? Denk ik, ja. Die burrito en die. Want er is geen jalapeno in dit. Nee, echt dat niet. Stond erop. Die fries signs, ja, we zijn wel koud. Ja, maar wel lekker. Oké, volgende vraag. Oh my god, dit is veel te veel Nederlands voor mij. Wacht. Oh. Moet even focussen. Hoe hou je de romantiek levend als je elkaar elke dag ziet? Ja. Dat is. Dat is inderdaad een. Lastig. Daar ben ik zo bang voor. Dat ik denk. Ik heb super veel zin in het samenwonen. Ja, maar. Het kan ook echt. Ja. Helemaal misgaan. Ja. En het kan ook gewoon echt kut worden. Stel je denkt van. Oh ja. Ik denk van. Niet kut worden, maar gewoon. Ja, is wel iets anders. Ja. Ja. Maar ja, daar kom je ook wel weer uit. Maar wel eng of zo. Ja, ik vind het ook. Nou, je moet sowieso. Niet één keer per week, maar sowieso twee. Nee, twee keer per maand gewoon een date doen. Ja, je moet echt date naar anders, ja. Anders zie je each other every day. Dan wordt het een soort brother sister. Echt boring. Ja, ja, klopt. Dat moet je niet hebben. Nee. Dus, ja. Maar dan anders. Kijk, nu kijk je nog echt naar elkaar uit. Van, oh, ik ga zien. Ja, inderdaad, dan. Inderdaad. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je eigen leven behoudt. Dus met vrienden, werk, school. Oh. Dat is wel belangrijk. Ja. Het heeft denk ik gewoon zijn voor- en nadelen. Het heeft gewoon ons allebei. Nu heeft het ook zijn voor- en nadelen. Ja. Maar ik denk je moet over even een goede balans tussen ja me-time en vriendentime en vriendinnetjes en uitgaan. Want Thomas kan sowieso uitgaan met die jongens. Nou, hij wil zeggen, dit is niet waar, maar dit is echt ik zie je toch elke dag. Dus ga lekker met die jongens in de weekend iets doen. Want Het boeit van mij. En ik ga lekker iets doen met mijn vriendinnetjes. Ja. No. Precies. Anders is het echt boring, een beetje. Nou, niet boring, maar gewoon, like, you get bored of each other. Standaard, weet het gewoon. Ja, we kunnen deze, eigenlijk moeten we deze mukbang over een jaar weer doen. Oh my en dan god. De vragen weer beantwoorden. Dat is best wel grappig. Ja. Nu hebben we helemaal een soort denken van, oh. Oh my god, wat dat worden, ja. Maar misschien wordt het wel gewoon. Maar ja, kijk, het is niet dat we allebei een jaar. We gaan allebei al best wel lang. Ja. Ik 3,5 jaar, jij 4 bijna. Nee, bijna 5. 5? Ja. Oh ja. Dus zie je, het is niet dat we pas net met elkaar gaan en... Nee. Dat vind ik echt heel raar, hè? Dan sommige mensen... Ja. Doe het. Gewoon... Ja. Maar echt. We zijn 1 jaar samen en we gaan nu al samenwonen. What the fuck? Maar dat gaat nooit goed. Dat kan je niet geloven. Dan word je toch veel te snel boord. Gewoon... Maar ook, ik denk, je kent die persoon ook niet zoveel. En dan ga je alleen maar de slechte kanten leren kennen. Ja. En dan zeg je van... Oh, niet shade naar de mensen. Oh. Maar ja, ik zou het nooit doen. That's me. Misschien werkt het voor anderen. Nee, niet shade, maar voor, ja. Ik zou het niet nooit doen. Ja, oké. Voor je kip. Ja. Ik denk, deze is tweede plek. Ja. Hoe lekker is dit? Ja, hoe gaan jullie om de ik wil alleen zijn moment in de samenwonen? Oh ja. Dit is nu. Me-time. Ja. Ik denk toch wel gewoon duidelijk zijn van, joh, vanavond... Ja, of gewoon vooral... Nee, gewoon me-time is ook lekker gewoon wandelen in de stad voor 2 uurtjes. Even gewoon lekker sporten. Ja, ja. Even, weet je wel, met vriendinnen misschien wat doen. Of even de stad in. Ja. Of als hij dan een avond weg is, dat jij lekker je eigen ding gaat doen. Ja. Dat gewoon. Wel heel belangrijk hoor. Je moet echt een goede balans tussen liefde en gewoon alles.
Wel grappig dat we echt bijna tegelijk die fase ingaan. Ja. Toen wij elkaar ontmoeten hadden we dit nooit bedacht. Nee joh. Nee. Echt nooit. Maar ik zei, oh, like, ja, ik vind samen wonen wel best prima, want we zijn nog steeds jong. Dus als je vindt, oké, dit is niet mijn path in life, dan... Ja. Ik wil niet, dit is niet bad, maar gewoon, we kunnen iets anders doen. Ja, zeg maar, beter kom je er nu achter dan... En we hebben ook geen kinderen, geen niks. Nee, daarom. Ja? En ik ben 24. Is toch gezellig? Ja, is toch leuk? Ja, iedereen doet het, dus why not try it? Het is gewoon wel chiller als met een huisgenoot, dus... Ja, is iets anders dan met een huisgenoot. Ja, nu moet ik altijd gewoon weer die kleine dingen. Want nu met Thomas is altijd, oh my god, hij komt, nou, hij moet even douchen. Ja. Everything shower, en dan we gaan samen wonen. I'm like, oh fuck. Gewoon altijd. Ja, dit is echt bizar. Alles is gewoon, samen nu. Echt. It's coming in my head, man. Elke avond. Elke ding is samen nu. Ja. En hij weet nu alles mijn, niet mijn kinkies, maar kinkies zijn echt raar, maar gewoon mijn kleine, hoe zeg je dat? Gewoon bad habits. Ook. Oh ja, slechte gewoontes. Ja. Oeh, ik ben niet ready voor dat. Nee, dat ben ik niet ready voor. Nee. Mm-mm-mm. Ik ga dit even proeven. Dit was een cinnamon crunch. Lijkt op peper. Ja? Een kroepoe, maar sweet. Doe je voor later. Ik denk je wel sowieso één rule. In de huis, want hij moet alle was zelf doen. Ja, maar dat kan niet. Nee, ik bedoel die vieze voetbal ding. Ja. Dat ga je gewoon lekker zelf doen. Dat ga ik niet doen. Dat is echt heel veel, sorry, maar... Die fucking sokken, schoenen... Ja. Nee, echt niet. Maar kan nu dat? Hij moet leren. Hij belt mij nog steeds nu. Oh my god, hoe moet ik die was doen? Die is echt exposed. Ja. Maar... Maggie, take this video down. Maar, ja, hallo. Lekker Google. Ja. Hoe moet ik die was doen? Kan staan dat? Hij kan het wel. Hij doet het alleen niet. Die moeder doet alles. Ja. Maar... Maar dat snap ik ook, want ze worden nog steeds thuis. Ja. Maar ik vind het niet erg om bepaalde dingen te doen als het wel maar eerlijk verdeeld is. Ja. Dus als ik altijd moet koken, best. Maar dan moet jij altijd de was doen. Of als ik, weet je wel, gewoon dat het een beetje gelijk is. Maar, ja, dat gaat ze, ja... Dan gaan we I'm never gonna take the trash out. Nee, ik ook niet. Echt niet. Dat doe ik dus ook niet bij mijn huis. Met mijn huisgenoten. Ja? Ik vind het echt zo'n grote tak. Ja. Die stinkt altijd. Ja. Nee. Ik hoop echt, één ding haast is echt dat. Wat is dit? Jalapeno? Oh. Een rode ding in de... Een rode ding. Een rode ding. Ik vind die kruiden heel lekker. Wat is die ene gewoonte waarvan je denkt dat je vriendje zich eraan kan ergeren als je samen gaat wonen? Dus welke bad habits? Ik heb sowieso bad habits. Ja? Ja. Wat dan? Echt, expose dit ook. Want als ik super stressed ben, ik doe niks. Nee? Nee. Echt opruimen in mijn kamer, dat kan niet. Want mijn hoofd is echt zo niet organized en ik heb zoveel dingen op mijn hoofd en ik kan echt niet. Exposition. Wie is er meer opgeruimd? Jij of Thomas? Ja, ik denk allebei. Zelfde mensen. We zijn niet echt... Nee. Nee. En jij? Ik heb bad habits. Ja. Maar ik ben best wel georganiseerd. Ja. Gewoon. Ja. Maar ik denk dat hij eerder zou irriteren aan... Ja, misschien... Ja... Alles filmen? Nee, maar dat doe je normaal. Ja. Ik ben geen bad habits. I'm just perfect. Nee, wat vind je irritant aan mij? Misschien eerder persoonlijkheid. Dat ik bijvoorbeeld... als ik gestrest ben, dat ik dan... een beetje bot kan doen. Nooit gedaan met mij. Nee, bij jou niet. Nee, bij mij moet je niet proberen. Je hebt geen bad habits, denk ik, met mij. Ook, ik vind niet per se... Nee, want jij bent heel snel op tech. Ja. Altijd. Iedere keer op tijd. Very available. Weet ik niet. We gaan geen bad habits. Misschien dat ik vaak dingen plan. Dat vindt hij niet... Dat vindt hij irritant. Hij wil altijd gewoon thuis zijn. Boring. Ja. Staan en do better. En dan ga ik allemaal dingen plannen. Maar niet voor ons, maar gewoon dat ik met vriendinnen weg ben. Ik denk dat hij irritant gaat vinden, denk ik. Maar Stan is heel chill, dus hij boeit hem. Ja! Het gaat... En als ik zeg, oké, doei. Dan wij letterlijk op zaterdag over deze aanpraten. Want Stan vindt dan lekker, we gaan met je vriendinnen naar boeien. Ja, maar lekker met mijn vrienden. Maar ik vind Thomas is dezelfde. Ja. Ik ben een beetje die... Niet de psycho, maar ik ben wel... Ik zeg wel... Ik ben Italiaans, dat is iets echt in mijn bloed. Ik zeg Maggie, rustig. Ik ga dan... Oh my god, mijn fiato was echt fucking grappig. Zie ik de feit en Stan en ik zijn gewoon even een stuk... Over wat? Ik was zo dronken. Ja. Nee, het is echt niet te doen. Nee, het was geen feit, maar gewoon echt... Ik was helemaal een japing. Dat doe ik altijd als ik dronken ben. Ja, misschien dat is bad habit voor mij. Oh, ja, maar mij ook als ik dronken ben. Dat vindt Stan zo kut. Maar dan ben ik ook heel kut. Schreeuwen. Ik?
als ik dronken ben. Nee joh. Hard praten, nee. Dat zegt hij altijd. Hij vindt mij dan te druk. Ja, maar is wel druk bij mij, heel vaak. Ja. Niet heel vaak, wel ja. Elke dag. Elke dag, elke weekend, boe, boe, boe. Maar nee, valt wel eens mee hoor. Misschien is het... Als je, dat vindt hij. Misschien als je met Sam bent. Ik niet. Dus Stan is zo chill. Ja. Als hij drinkt, dan is hij nog... Hij staat alleen maar stil aan de zijkant. En ik ben altijd... Woe, party! Ja. Nee joh, bij die aflevering nee. Vorig jaar was niet zo. Maar oké, okay. Dit is de story for another day. Ja. Ja. Die toilet seat needs to be down. Dat is sowieso. Wat? Die toilet seat. Ja, godverdomme. En ik krijg het er nog steeds niet in hier hoor. Ja, dat was ook niet bij mij. Maar hij, Stan... Ik ga even een sign doen. Ja. Ja, maar Stan leeft in een mannenhuis. Hij heeft alleen zijn moeder. Dus hij is used to keeping it up. Nee, sorry dat ik soms Engels praat. Ik ja, heel dit is onze... Ja, wij praten Nederlands, Engels. Zij is soms Italiaans. Ja, maar nee, Thomas is dezelfde, maar hij heeft wel een zus. Ja, hij proef won... dit. Ja? Dat is echt lekker. Beetje mooi, hè? Dat was gewoon like een churro. Ja. Half, maar die is echt zo klein. Ja, lekker. Cinnamon. We vinden echt niet zo cinnamony. Nee, dat had wel meer gemogen. Ze zijn net heel wit. Maar volgens mij ziet Taco Bell in Amerika wel anders. Ja? Ja, meer keuze en zo. Ja. Dan hebben ze ook zo'n Doritos taco. Die taco is van Doritos. Oh my god. Ja. Ja. Maar in Amerika is zo alles is anders. Welke cijfer geef je het? Overal, Taco Bell. Ja, we hebben 7. We hebben nu koud op, hè? Ja. Ik doe wel 7. Ja. Maar die burrito was echt die best. Dus echt zo'n raden, denk ik. 7,5. Als het warm is, 8, denk ik. Ja. Ik vind sasasap beter. Ja. Lekkerder. Het heeft meer smaak. Dit is meer fastfood. Sponsor next video, babe. Sasashop is meer echt taco en dit is meer fastfood. Ja, maar kijk, van die sasashop, ik krijg altijd een soort van bol. Is een burrito bol? Is het burrito bol? Mm-hmm. Nee? Met beef. Birria beef. Birria taco is gewoon beef erin. Full beef. Ja. Oh my god, wat lekker. Niet normaal. Ja. Jongens, sorry dat we thuis geen bestek hebben. We hebben geen borden, geen niks. Bestek, we hebben niks. Alles is al ingepakt. Wat denk je dat de bad habit van je vriend gaat zijn waar jij het meest aan gaat irriteren? Dus bad habit van Thomas. Ja. Zoveel. Nee. Maar... Ik denk dingen niet opruimen. Jongen, achterlaten. Ik denk, nou wacht. Want ik denk nu de bad habits van Nusan, want hij woonde samen met de ouders. Dus hij weet ook niet veel. Ja. Dus ik denk eerst het... paar maanden, dat is een bad habit van hem, maar dan ga alles vragen naar mij. Ja. Hoe moet ik dit doen? En zo van mommy achter. Ja. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Ja. Waarom moet ik dat zo doen? Of moet ik dat zo? Ja, just that. Fucking do it. Of Google it. Ja. Ja. Daar, ik denk dat is echt een bad habit. Ja. Maar verder, denk ik niet hoor. Nee, Stan is ook best wel schoon, best wel opgeruimd. Ja. Hij kan wel eens dingen achterlaten. Ik ga niet eens mommy worden hoor. Nee. Hell fucking no. Nee. Dat is ook niet goed voor je relatie hoor. Helemaal niet. Echt niet. Mijn moeder zei like, die gaan worden. En ik nee joh, dit gaat sowieso niet worden. Maar snap ik ook, want ik woon alleen voor 6 jaar. Nou, en wow. Dit is de eerste experiment voor Thomas. Nee, experiment gewoon. Ik was experience met Thomas. Zou je wat ik bedoel? Dus het is een beetje ook raar. En ik denk de eerste paar maanden zegt dit is gaan worden. Want oh, hoe moet ik dit doen en dit? Bij Matthij, hoe moet ik die was doen? En hoe moet ik dit koken en dit en dit en dat? Maar verder... Weet je nog Stan met die tortellini? Nee. Weet je dat niet? Nee. Dit is echt exposer. Ja. Exposer boyfriend. Ja. Hij moest alleen eten. Want ik had een event. Ja. Toen zei ik, ja, maak gewoon van die verse pasta, weet je wel. Oh, ja. Dus hij had van die verse tortellini gehaald. Ja. Maar hij had geen saus gehaald. Gewoon alleen die tortellini. Want ik zei, haal gewoon tortellini. Dus hij had gewoon alleen die zo'n verse bak droge tortellini gehaald. En dat gekookt. Dus ik zei, ja, hoe was het eten? Was het nog gelukt? Ja, was wel gelukt, maar was niet echt heel lekker of zo. Dus ik zeg, hoezo nu? Zegt hij, ja, was een beetje droog. Ik zeg, je meent toch niet dat je geen fucking saus... Want je hebt altijd die kant-en-klare sausje. Je zegt gewoon dat? Droog? Zonder kaas, zonder niks. Zonder olie. Ah, niks. Nee. Dus zei ik echt, schatje, ja. Ik hou van je, maar dit zegt dat kan niet. Je kan toch bij jezelf bedenken van, oh, dat is zo een beetje, dat is een beetje droog. Er moet saus bij. Oh, grappig. Ach, arme jongen. Maar dan is Stan zijnde. Stan zijnde. Ah joh, prima. Was toch lekker. Prima. Ja, wat hij... Dat doet hij niet. Nou, I wish I was so careless. Nee, soms kan ik niet, hè. Want ik heb nu stress van jou van dit. Maggie heeft meer stress op mijn verhuizing dan ik zelf. Ik heb nu stress van mijn verhuizing in 3 maanden dan dit. Dat kan echt niet. Vorige week zegt ze, ja,
Zo, ik moet wel beginnen met inpakken. Dus ik dacht, ah joh, dat doe ik allemaal wel maandagmiddag. Nou ja, ik ben gelukkig door Maggie eerder begonnen. Maar als deze bitch, hè. Zij zegt, oké, ik ga maandagmiddag, ik ga alles inpakken. Die hele fucking house, die hele kamer, die koken, die kleine kamer. Wat denk je zelf? Echt, wow. Nee, dit kan echt niet. Maar gelukkig hebben mij. Als dat was gebeurd, dan waren we morgen nog niet klaar. Al hadden we de hele nacht. Sowieso. Door de nacht, denk ik ook. Ja, wel heel lief dat je komt. Ja. Zie, ik ben just subconscious. Ja. Echt, hè? Ja, echt. Wat moet je doen weer aan mee? Ja, niks. Ja. Ja, jongens. Dan kan ik nog even snelle, low-key, gezellige mukbang. Ja, maar, echt chill. Ik vind wel leuk. Ja, ik ook. Ik vraag ze beantwoorden kletsen. Ja. Mukbangen met... Maggie mukbang. Maggie mukbang. Nou. Nee, mukbang met Maggie. Ja. Ja, dat is het. Oké, schatjes. Nou, dankjewel. Doei. Voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Yes, I'll be on my way now. Just give me a...